girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey wat mensen, heel goedemiddag, heel goedemorgen nog trouwens, of middag, wat dat ook maar niet uitmaakt. Middag? Fijn, fijne middag, het is rond 11 uur. Ja, half twaalf. Dus dat is al eigenlijk al middag. Dus een heel goedemiddag mensen en welkom bij een nieuwe vlog vandaag, begin van een nieuwe weekvlog. Ja. Daar is papa. Goedemorgen. Oh, camera is aan het zullen. Daar is die. En wie stikt er weg? Mijn madame. Mijn mooi jasje. En wat gaan we doen vandaag is een keer richting de stad. Het is heel goed hier mensen, het is ongeveer bijna 20 graden. Dus we gaan er gewoon van genieten. Oké, ja, we zien er een beetje net als een crimineel, maar dan zijn we niet mensen. Want we zijn hier verplicht om een mondmasker aan te doen. En zoals je weet gaan we er nog een keer kijken. Als we iets vinden, zien we het, kopen we het en mee. En zoals je ziet is het echt heel mooi weer. Daar is mijn baby. Kijk mensen, heel mooi weer. Daar staat papa in de auto. En in de loop van de dagen gaan we daar een keer naar boven. Oh, in de loop van de dagen, dat weet ik niet. Dat hoeft morgen niet, hè? Hm? Dat hoeft morgen niet, hè? Woensdag. Dus mensen, we zijn nu gaan we onderweg naar de stad en we zien elkaar als we in de stad zijn. Dus wat zijn we dan? Hey wat mensen, en we zijn toegekomen in het centrum. Aan de zee. Aan de haven. En zoals je ziet, de veel mensen die achter mij kijken herkennen dat wel nog. Hier op de achtergrond. Dus maar voor mijn baby is dat allemaal de eerste keer. Dat er een meisje, dat is de vis mee. Ja. Daar komen de bootjes toe van de vest. En daar is het kort. Daar van boven. Daar moeten we nog naartoe. Ja. Vandaag. Nee. Kom hier, messieurs. Oh, weer onze grote liefde. Altijd. Ja, voilà. Moest jij alles weten dat wij weten. Oei, baby, wat weet ik nog niet. Dat gaat jou niks aan. Dat gaat jou helemaal niet aan. Het bootje gaat vervaren. Dat klein bootje. Ja, ik heb wel goed restaurant, maar ik heb er nog niet gezien. Zo'n mooi zeilbootje. Met die kinderen dus een toeristische zin. Een halve dag mee. Dat ga je deed naar boord, dat je zijn handen dag. Allee, als een 3-kwart dag. Met Nien. Ja, met Nien. Ja, maar nu vaart hij niet. Hij heeft er geen klant genoeg in. Hij is aan het werk. Die gaat buiten gaan pijzen. Of ze daar binnen gekomen zijn. Ik denk dat hij binnen gekomen is. Nou ja. Dan heb je daar ook nog een jachthaven in. Maar dat is echt de officiële haven. Je hebt hier 3 havens eigenlijk. Jij hoeft niet alles te doen. Kijk, daar is die lift. En dan als dat boven zit, hoopt dat zo dat ze werken. Want anders moet dat ook dan een keer allemaal doen. Ja. En de laatste keer was Nick heet. We kwamen daar boven en wat gaat, ging niet. We mochten nog een keer zijn werk doen. Ja, dat zijn er echt weer nieuwe restaurants die is weer open en daarnaast is het ook weer niet. Ja, als u bars, restaurant. En die twee hier, dat waren er 2, dat is van de stad. En die hebben die 2 volledig vernieuwd. Ja. Ze zijn afgebroken van Isco en 2 nieuwe gezet. En hier zit de tandarts.
Dus mensen, we zien jullie later. Dikke waggie, jongen. Tuus. Oh, oh, oh. Oh. Oh, man, 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 man. Jee, die uitlaatjes alleen al. God damn it. Woehoe. Jee. Hey maar mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we nu aan de begraafplaats waar ik meestal keer ga. Voor een bezoekje te brengen. Voordat ik... voordat ik naar de winkel ga... Met mijn madame, die staat achter mij. En papa. Dus we gaan de mondmasker weer opzetten en we gaan dan subiet naar binnen. Dus een bezoekje brengen. Dus daarom neem ik jullie mee. Hé, babe. Je snapt wat ik bedoel? Ja. Ah. Ik ben niet dom. Oeh. Oeh, zijn niet dom. Nee, je bent slimmer of mij, baby. Hé. Hey. Dat is jammer. Heuveltje op, heuveltje af. En daar zijn ook heuveltjes op, heuveltjes af. En baby, ça va? Ja, baby. Een beetje kunnen genieten? Ja, baby. Aha. En langs daar gaan we dan zo. Yep. Eerste keer op een Spaans kerkhof van jou, baby. Mm-hmm. En zeg maar erachteraf wat je een keer gevoeld hebt. Nee. Wat? Maar dan ben je allemaal begint te vragen. En daar is papa. Moet je niet vertellen dat ik moet gaan? Nee. Ik heb mijn baan nog. Hier en mensen in de stek zijn dood. En nu die graven zijn ook zo vermoeid. Ze zijn erbij die een motor opzetten, een ding opzetten. En zie je? Ja. En dat is de oude beeld, hè? Ja. Misschien dan hier een kapot. Dat is typisch voor Belgen. Dat is een oude hond. Dat zijn geen urnen, hè? Dat zijn gewoon de lijken van de grond in de muren afgesloten. Geen idee ervan. Nee.
auto zat. De kar. Waarom niet? Hier. Hier. Wat met? Oh, ze hebben hier de linkse gezond. Ja. Even vasthouden. Kijk eens een keer, de lijn moet je met mijn handen vastzetten. Ja. Dan is het niet meer piekt zo. Zes, 27 dagen uitgevallen. Ja. En toch wordt dat grafje nog altijd verzocht. Dus niet. Er is al jarenlang niemand meer geweest. Ik ben Billy. Nee, dat ook met wie al in. Kijk niet. Of kunnen we nog veel in, de familie. Lukt. Pas op mij. Nee, ik pakte er niet op. Ik pak er niet op. En dan kort de ding. Dat is niet goed. Ik heb dat opgevallen. Gedaan. Dat is ook al redelijk een oude nog, ja, denk ik. Van 1901. Jo. Dat is meer dan 100 jaar oud. Een paar dingen. Baby is wekker. Daar is mijn beauty. En babe. Hm? Mijn beauty. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je weet zijn we thuis gekomen en mijn baby zit een sigaretje te roken en ik ga zometeen een noedeltje eten samen met mijn baby. En nu is siesta tijd, dus ik ga mijn vlogje bewerken. En sorry voor gisteren, want we hebben geen dingen gefilmd gisteren, dus dan wordt gewoon de zaterdag. Gisteren niet speciaal gedaan. Nee, gisteren hebben we gewoon heel tijd zitten relaxen. Het is echt op z'n zondags. Dus, maar nu is het, ga ik afsluiten voor vandaag. En ja, het komt vrijdag weer online, de volgende video. Dus, en daar is mijn baby. Hoi. Hoi. Dus, merci om te kijken. Vergeet het zeker niet te abonneren en te liken. En wat zeggen we dan altijd, baby? Later. Later. Hey, mensen, een heel goede morgen of middag al. Laat het middag, morgen. Volgende moment. Een heel goede middag en we zijn ontzettend. We staan klaar. Papa zit nog op WC. En we gaan eerst achter papa zijn spuitje. Mm-hmm.
En daar is mijn baby. Goedemiddag. En vandaag is het ook de 18e. Dus wij zijn vandaag 8 maanden samen. Dus, yay. Dus voor, wat gaan we dan doen? Ook eens een keer in het stadje lopen. Waarschijnlijk nog een keer terrasje doen. Maar het is echt super goed weer, mensen. Dus dan ga jullie straks zien als we buiten zijn. Ja. Wat, ja. Hoe lang? 8 maanden. Bijna de zwangerschap. Ja, en daar is de papa. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, dat hebben we al gezegd. Het is 11 uur. Vanaf 1:41. Ah, wel, dan is het middag. Nee, dat is nog altijd morgen. Nee. Hier begint de middag als 6 uur in Spanje. Ja. Oké, dat is morgen dan. Je gaat altijd worden als die. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we doen. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik wil dat eens bij doen, hè. Dat gaan we niet doen, ze. Hoppa. Dat gaan we niet doen, ze. Nee. Ik heb hier een keto van 10 kilo's, hè. Dat gaan we niet doen, ze. We zijn braaf, jongens. Nee, we zijn heel braaf. Alles bij? Ik heb alles bij. Van eten te filmen? Ik heb altijd alles bij. Madame? Meneer? Dat is toch een mooi weer laten zien, hè. Zie, hoe mooi. Let's roll, doei. Maar dat doe ik al. Dat is niet waar, hij staat hier gewoon. Ja, hij staat hier. Ik ben aan het filmen, dus dat is iets doen. En ik mag hier de praat of hè? Ah, ja. Dat ben ik ook iets aan het doen, hè. Ah, ja, hè. Voor de keer als versteller. Anders horen ze maar net zoveel. Terug wordt ze bieter handeling voor. Nee. Moet ik al een ambulance bellen? Nee. Nee. Ja. Oké. Oh. Die 4 zakken me ook mee. Dus elke keer met een vuil. Maar dan werd het op filmen. Ja, ik kan filmen en. Nee, ja, geef me een aan babe. Hier. Ik weet waar dat moet. Zij dat nu weer, Magie? Nee. Ja. Nee. Ja. Boe. En wat zeggen we dan? Later. Later. En daar is de papa. En daar is de baby. Ik kan een beetje mijn grap bestellen. Een beetje tappen. Terrasje doen, zeggen we dan. En babe? Ja, lekker genieten. Niet wil ik dat niet iets idee. Ik betaal de tappels en dan is op hoog. Bij oude tappels is vreemd een beetje. En weet dan ook niet? Ja, de eerste keer. Dat ziet er lekker uit, mensen. Check hoe rustig, mensen. Wij komen daar van het terrasje. Hier is mijn baby. Hi. En de papa.
Papa is ook hier aan het filmen. Daar is het fort van boven. Het is heel kalm. Nu heb ik de dingetje eruit al. Hey mensen, welkom terug. Zoals je weet zijn we nu onderweg naar de auto. Maar weet jij dat niet? Ja, ze hebben gezien dat we op terras zaten. En we zijn nu onderweg naar de auto. En achter mij een heel mooi uitzicht. Palmboompjes achter mij en de mooie zee. En wij lopen op het mooie strand, hè? Dus zoals je ziet, we zijn er gewoon aan het van genieten. Het mag wel. En daar is papa en mijn madame. Shaken met de poepse papa. Jij zegt van, nope, ik wil dat niet zien. En zoals je ziet mensen, zijn we puur aan het genieten. Dat mag wel een keer. Hoe weer? En wat heb je nog meer nodig? Wat heb je nog meer nodig? Komen zij me toch aan het vieren hangen? Zijn we er nog toch? Ja, het is dat. Wie gaat wachten, hè? Nobody. En wat eten hebben we niet al nodig? Zijn we nu toch al wachten? Ja, het is dat. Ja, inderdaad. Ja, voor mij. Een krok Hawaii. Ik kies zelf, hè? Ik kies zelf wat dat er wel is. Ja, ik weet, maar ik ben zot van krok Hawaii. Of een krok Bolognese. Maar dat ben ik niet. Nee. En tomaat nog niet. Dat hebben we dus niet. De matten zijn op. Hier kan je dat van die treintjes van houden. Nee, dat is al Sorry babe. Kunnen voilà mensen, en we zijn een wandeling aan het doen. Samen met de baby. Hi. Hi. Maar dat is hier bekend hè, voor de straatkatten. Het was moeilijk altijd. Ja, hé. Rossen. Ik noem dat gewoon rossen met zijn eigen. Dat is ook een schone. Ja, nee, dat rossen. Nou, ros goed poept, hoe zeggen ze meestal? Ik heb geen rossen, ik heb een rode. En ik poep ook goed. Ik heb nog niet nodig. Nee, zwaar. Dan? Als ik moet klagen, dan is het geen goed teken, hè?
Ça va nog, baby? Baby, we zijn nog maar net vertrokken. Ja, vraag het al. Nee, maar door, dan gaan, zie je dat? Goed bezig, babe. Jee. Lemmen is geen optie? Nee. Komen naar de zon dus. Hè? Komen naar de zon. Kun je dat, baby? Doe dat ook vaak, hè? Maar dat weet ik van die. Ja, wel. Ja, het is een beetje een Red Bull al nodig. Ja, niet direct. Nee, niet direct? Nee. Oh, kon hè? Ik heb er nog bij mij. Dat weet ik, baby. Dat is een goede training voor je katjes. Juist of niet? Dat wel. Ik weet dat ik al goede katjes heb, hè? Ja. En niet alleen, ik heb ook vrij goede katjes. Ah, nee, hoe? Gaan we niks. Huh? Nee, gaan we niks. Nee. Weet dat naar beneden veel rapper, allee, ja, veel korter is dan dat je naar boven gaat. Ik weet niet, naar boven. We zijn nu al 5 minuten alleen al naar boven aan het gaan, hè? Moet ik het tonen dan was ik hier. We zijn er bijna, baby. Want daar heb ik met Nicky gestaan. We zijn er. We zijn er. Jee. Oh,
zot, hè? Hey, mijn mensen, welkom terug. Zoals je ziet, staan we op de hoogste punt van waar dan mijn vader woont. En check, mensen, op de achtergrond. Hoe zalig is dat wel niet? En daar is mijn baby. Even vader komen. Maar check, mensen, hoe zalig is dat hier echt niet? En mijn baby is hier mooie foto's aan het trekken. Hey, mijn mensen, welkom terug. Zoals je ziet, zijn we ondertussen thuis. We hebben ook gebeld met de kindjes, we hebben ondertussen gegeten. En nu zitten we op ons gemakske. En merci om te kijken. Trouwens, ik heb mijn baby's verloofd gevraagd. En ze heeft ja gezegd. We hebben het gedeeld naar de vrienden. We hebben het ook op TikTok geplaatst. Maar liever daar respectvol uit te blijven. Het is niet verlopen hoe dat het worden verlopen, maar het is goed verlopen. Dat is het belangrijkste. Sifja zegt, en dat is het belangrijkste voor mij. Dus merci om te kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En wat zeg je dan altijd, baby? Later. Later. Hey, mensen, een heel goede namiddag. We zijn nu woensdag en we gaan vandaag. Het is weer een iets rustig dagje vandaag. Maar mensen, wij gaan sowieso naar de winkel. Lekker nog genieten van het zonnetje. Het is ondertussen ook al siesta tijd. We hebben hier een hele ochtend niets gedaan. En we hebben ook gewoon letterlijk niets gedaan in de ochtend. Een lui dagje. Ja, een lui dagje. En wat dat er ook... De eerste dag dat ik met mijn madame officieel verloofd ben, maar met alle commotie er rond. Dus dat is niet zo leuk. Maar mensen, wij trekken ons daar niet veel van aan. We gaan gewoon doen wat we altijd goed in zijn. We gaan dan TikToks blijven maken en nog altijd een keer live gaan en zo. Dat gaan ze wel doen. Dus geen haat, mensen, only love. Hè? Dus zoals je ziet, is mijn baby naast mij. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dus het mooie Spanje. En daar is het. Het is nu ongeveer, mensen, 15, 16 graden. En babe. Ja, babe. En daar is de papa. Goedemiddag. Goedemiddag. Om een choco moest maken. Ja, choco moest maken. Oh, dat kan ik wel een keer filmen. Drie kleurtjes. Ja. En dat is mijn outfit voor today, mensen. Een dun truitje. Drie kwart broek, korte kousjes en sportschoentjes. Oké, ja, die sportschoentjes passen wel niet bij, maar dat doen wij ermee. Dat moet je maar ze niet doen. Terwijl dan de Spanjaarden in dikke vest gaan lopen. Ja. Lopen wij weer in ons zomers. Wij lopen in ons zomers en de Spanjaarden lopen met een dikke trui, mensen. Dus, ja, mensen, zoals je ziet, mijn baby is aan weer aan het shrinken, zoals altijd. Haar oogjes aan het doen. Maar die is er geen eyeliner. Geen eyeliner vandaag. Oké. Dus, zoals je ziet, mensen, hou er gewoon puur van niet. Dus, dat is altijd de bedoeling. Oké, sommige mensen, hè. Maar ik ga me daar niet te veel aan ergeren. We gaan gewoon puur genieten. Wat als ze er ook rond zeggen. Ja, het was niet gepland hoe dat moest lopen. Maar het is altijd, het kan altijd beter. Maar ze heeft ja gezegd en dat is belangrijk voor mij. Dus mensen, we zien jullie straks als we de chocomousse gaan maken. En ja, in de winkel mag ik sowieso niet filmen. En dus we gaan eerst nu gewoon puur genieten. De winkel gaan doen. En sowieso chocomus maken, maar dat laat ik jullie wel zien. Dus mensen, ik zie jullie later. Hey, mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog. Vandaag is het gewoon een, ja, hoe moet ik het zeggen? Rustig dagje.
Een uitrust dagje hebben we gisteren ook gehad. Een rustig dagje. Een rustig dagje gewoon. We gaan mooi keer naar de stad. Papa heeft een medicatie nodig. Ik heb ook een vrij goed gesprek gehad met de jeugdrechtbank over de kindjes. Dus dat komt super goed. Alles verloopt ook goed. Daar is mijn Bibi. Hoi hoi. En daar is de papa. Hoi hoi. Hoi hoi. En wat zijn de plannen vandaag, papa? Niet weet. Lotte binnen doen. Een stad. 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 Ja. Dat zijn zo de belangrijkste zaken vandaag. En voor de rest gaan we gewoon rust aan doen. Ja, we zien wel. Ja, we zien wel wat we dan brengen. Ja, dus dat. Zo, en we hebben een super goed gesprek gehad. Dat is super goed verlopen. Alles is positief. Dus welkom te kijken. Merci, vergeet niet te abonneren en te liken. En Bibi, waar zijn we dan? Tot subiet, hè? Later. Daar wil ik ook wel naartoe. Daar. Ooit. Nee, zeg maar. Dat is weer dat kliniek van het ding van 30 kilometer van hier. Ja? Voor een ding te maken. Ik zeg nee. Weet je? Ja. Ik moet zwaar niet reizen. Hey, wel mensen, welkom terug. Zoals je weet, zijn we nu op de lokale locatie. Even weer de view. Daar die eiland, dat spreekt me aan. En vooral dat huis daar. Ik denk dat is een privébaan, zie je? Ja. Ik heb zo'n huisje hier, zo zie je. Ja. Zie. Maar die huis daar, dat spreekt me wel aan, zo. Hey babe. Hoi. Daar is de papa. En zoals je daar ziet in de verte, mensen, wordt de viskwekerij aangevoerd. Ja, beestenvoederen. Dat blijft hier een mooi plekje ook, hè? Ja, maar je ziet geraakt. Je kunt niet te voet naar dat eiland, hè? Nee, hè? Het is zo een deelke daar. Ja, en dan is het niets meer. Het is allemaal een mooi strandje zitten zien. Ja, hè? Maar hoe moet er naartoe, hè? Goeie vraag. Want er loopt daar precies geen baan. Nee. Of we moeten al naar dat strandje gaan met een kano. Hup, zo. Ja, je moet met een boot volgens mij. Ja, wel, maar... Dat eiland ook, ik denk dat de enige manier is. Ja, ik denk dat ook zo. Dat noem Playa Armilia. En hier? Hetzelfde. Nee, Playa del Jorillo. Kijk, hè. Ondertussen staan voeten getrokken, mensen. Ah ja. Oei, ja. Daar moeten we wel mee opletten. Je ziet het niet altijd, hè, die stapjes. Dat je hier ook ziet, hè.
heb mij laten uitmaken dat dat gebouwd is door een rijke van Aguilas die dat hier uit zijn eigen zak betaalt. Ik hoop dat moet maar schrijven. Loopt hier nu toch niemand mee? Nee, het is dat. Ja, wat? Hier kwam ik met een kooi dichtjes te doen. Voor foto's te maken. Voor foto's, hè? Ja, niks. Het is mooi, hè? Ave Maria. Hier verheeren ze vreemd Maria, hè? Ze hebben hier een stoet ook en een feest van ook. Omdat in Spanje is de mama de heilige. Dat we dan ook zoveel koetjes maken, dat is ook zo. Dat is de ere van. Ziet, in mijn woorden de Don Juan Martinez, Tasuco, que Bayo, Los Aspirados de Don Jesus Fernandez Martinez. Dus dat is, ja, het is betaald geweest. En kijk, ze komen nog altijd. Dus het was zo'n rijke familie geweest. En overal die naren die erin zitten. Ja, Aguilas is daar niet. Maar dat moet altijd kosten. Alleen het werk aan uren. Hè, aan... Ja, wel. Ja, nee, het was weer dat kliniek in... Ja. Kom schoen dochter, een keer een selfie van ons. Ja, nu mag dat zijn, dus goed. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we thuis gekomen. We zijn niet op ons gemakje, een siestatje aan het doen. En we gaan er nu nog lekker genieten van het geweertje. Een beetje eten, een beetje drinken. En vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Merci om te kijken naar de weekvlog van de week. En zo gaan we omhoog mensen. Dus... Ik hou de statistieken mooi in het oog. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En tot... Tot de volgende. Later.